Kijk, zullen we ons in huis zeiken? Ons gaan nou die pitten uit hoor. Als jullie niet weten, ik kan aan mijn naai maken. Ik heb altijd echt waarde, als je hier goed snijden. Ja. Hoe snijden ze die pitten een beetje stukken? Ja. Kan ik opa zeggen, mijn oma heeft gesnijden. Ze heeft hem zo dier in die middel dier gesnijden. Ja, zo dier. Dan zo opa zien, ze heeft hem zo dier gesnijden. Kan je nou weer zo dier? Ja. Zo. Ja. Net zo. Dan is het zo ingegooid om pitten uit te halen. Zo. Ja. Ja. Ik denk op dit gaan wel makkelijker is. Maak ook van die wielekies hoor. Ja, maar ik leer nou even uit. Ik krijg goeie raad, want sy het al bij oma thuis geleer. Opa, ek dink die manier wat ek en opa, wat my oma doen is bietjie beter, want dit is vinniger ook. Ja, ek dink is vinniger en beter. Pitte is nie stik en so baie ja, stik. Ja, ja. Maar hierdie is harde werk hoor. En ek wil een broodjie by maak, so. Ja. Dis kom ek. Ek probeer nie goedjies sonder ou paas op in die broodjie bak. Oh, pers jy my af. Ja. Opa, kan ek vir opa ietsie sê? Ja. Ons het net te veel nie ons met drie potte gebruik, want ek het 'n ouma se koor gekook. Ouma? My shucks. Ja, so. Wat is dat? Kijk je voet is baie mooi. Ze raak bietjie moeg en kry professionele hulp in om klaar te maak. Jo, hy raak leeg. En hy raak vol. Ons gaan pluk die enigste suurlemoen in die tuin, want ons het hom nodig. Kijk die skerp mes jylle. Rechte, rechte, lekker ding nie. Meneer help my sommer met die kamera werk ook. Draai, draai. Ons voeg by sap van een suurlemoen en een lemoen opgesny. Soos wat jy... Een komkwart stik. Ja. Net so. Weeg die koenkwarte en gooi die self die veelheid water by. Ons gaan die pitte kook vir pek 10. Ok, vir ons dit vir die ie. Jy weet ek water kies in. Hy moet vol wees. Nou begin ons ons broekie terwyl die koenkwarte in die water lê. Ons meet 4 koppies meel af. Ons het dit geduwd. 1 teelepel suiker. En 1 pakkie gis. Ons gooi dit in 400 ml water wat lauw is. En nou gaan ons hom los. Hy moet skuim maak. Dan weet ons of die gis lewendig is. Ons voeg 1 teelepel sout by die meel. Ek wil hom al bykie mengen sien. Na 5 of 6 minute moet hy so'n skuimpie boe hee, dan sy reg. Weet hy laatst is in pakken? Bykie roos. Ik heb hier die laatste stukjes ingegooid.
ek kan hom lekker trek en oorgooi. Druk, 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 trek en oorgooi. Trek en oorgooi. Yes. Ik ga even een stukje. Ja, trek, 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 gooi. There you go, trek. Trek, trek, gooi. There you go. Trek, 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 en gooi. Ja. Trek, 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 en gooi. Ja, tel hem op en gooi hem op je andere ene. Tel hem op en zet hem op je andere ene. Hij stiek. Je gaat een stiek zien. Wat zei? Wat zei? Trek, 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 trek en gooi. Mijn broodje, rood broodje. En gaan mijn en daar is een goede. Die dinosaur broodjie is myne. Okay. Maar ek kan nie een dinosaur broodjie maak, dit is die koekies nie. Dis knie. Nee. Ja. Ek gaan 'n brilliant broodjie. Ja. Wat is my mind? Oké, dan kom ik hier in het slaan zitten. Dat is één brood. Dat is één brood. Dat is één brood, jullie. Dit is niet koek, dit is brood. Dat is een groot brood. Ja. Terwijl die deeg reis, begon ons die koenkwarte te kook in twee potte. So vir 'n uur lang. Nou voeg ek die suiker by en roer hom tot hy opgelos is. Nou kook ons die konfyt tot hy jelly fase bereik en sit dan die temperatuur laer. Skep maar aanhoudend die skuim af. Hou die mak op 'n kind, ga gaan kyk so. Wil dit werk? Ja. Want oupa mag gooi. Ja. Ek dink dat jy my gaan jou hande maak, ja, kom ek oupa mag gaan gooi. Dat is so baie perfect goed. Ik denk jou emotie all over the place. Let. Ik zal hem nou uithaal en kijken of het reg is. Brood lijkt een beetje plat, maar toen ze hem opsnij, toen lijkt hij verschrikkelijk lekker. Kijk net daar. Well done. Perfect. Help, hier, ek is mamma's seekat. Lekker vars brood en konfyt met jou familie, dis mos nou eerste prys. Kijk, daar kan nou, daar is die broodjie en ons het ons so geniet. Nou gaan ons my jam opsit en ons gaan dit lekker eet op die taart. Ons moet nou skoon wat ons alles vuil gemaak het, want ek en my oupa het gemors. Kyk hoe lyk ons. Nou ja, as jy van hierdie video gehou het, gee hom 'n thumbs up of subscribe. Dis verniet man.
Tot volgende keer. Daar zijn. Bye. Zie je de volgende keer wanneer ons Westerbrood gaan pakken. Bye. Bye.